En welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een studentenmaaltijd maken en het wordt een pesto, pasta, tomaat, mozzarella salade. Maar ik heb twee special guests, namelijk... Hallo! Hi! Ik ben hier met Amber en ik ben hier met Julian en we gaan iets lekkers koken voor weinig centjes. Het is voor 4 personen, 1,66 euro per persoon. Zo weinig? Ja, zwaar. We hebben nodig pasta. Rucola melange. Cherrytomaatjes. Pesto. Mozzarella, maar je kan hier ook geitenkaas voor gebruiken of ricotta of iets anders van kaas. En daarnaast heb je nog wat peper en zout naar smaak nodig. Nog wat crème fraîche voor de smeuïgheid. We gaan heet water aan de kook brengen en dan gaan we de pasta erin smijten. Wat ik altijd eerst doe, is even maar echt heet water erin. En meestal doe ik het eerst nog in de waterkoker. Ja, same. En dan pas koken, dat duurt het veel minder lang. Ik weet niet of het inductie is of dat het... Ik weet niet wat het betekent. Oh. Inductie is toch gewoon dit? Ja, maar je hebt dus keramisch en inductie. Ja. En keramisch wordt de plaat warm en inductie wordt, dat gaat zeg maar met elektroden die heen en weer gaan. En daardoor wordt de pan warm, maar omdat de pan warm is, geeft die warmte aan de plaat, waardoor de plaat ook warm is. Waarom gaat die niet heet worden dan? Wel, hij is gewoon uit. Fijn, het gaat vanzelf. Die knipperen niet. Weet je wat ik denk, hè? Dat dit niet werkt. Dat dit gewoon geen inductiepan is. Even kijken of ik een inductiepan kan vinden. Ik ga deze grond liggen. Kijk maar waar ze wel zien naar binnen. Er komt nu iemand naar binnen. Andere pan. Doet hij het nu wel? Mm-hmm. Ik hoor dingen. Ja, hij gaat trillen! Wow! Dus gaat iemand in de tussentijd tomaatjes en mozzarella snijden? Ja, dat doe ik wel. Ja? In de tussentijd flikker ik even 400 gram pasta in. Nu al? Ja, het kookt. Wauw! Oh, als het kookt trouwens, moet je even op 1 of 2. Waarom doe je dat? Wat was je instinct? Het gaat er door je hoofd heen. Wat was dat? Waar was de instinct van iets kookt over? Laat ik erop blazen. Tomaatje? Een tomaatje. Een andere tomaatje, ja. En de pasta moet 13 minuten koken. Wat nou als ik de mozzarella in goot in? Dat gaat je niet gebeuren, want dat gat is niet zo kruis. Dat is disgusting. I don't want no scrubs. Scrubs is a guy who no love from me. Taken from the passenger side and my best friend ride. Try to holler at me. Joey, ken je dat? I don't want no scrubs. Nee. Ik heb geleerd van mijn moeder dat pasta is gekookt als je tegen de muur aan gooit en het plakt. Dan is het gekookt. Gaan we niet proberen. Waarom niet? Ja, maar je weet ook gewoon dat het gekookt is als je kan eten. Wel, ja, yeah, I mean. Het is gezond. We gaan even pesto door de pasta doen. Dit is op gevoel. Maar wel even één tip, zeg maar. Je kan beter beginnen met wat minder en dan erbij doen, want je kan het er nooit meer uithalen. Dat is zeker waar. Waarom eten mensen pesto? Ik snap het niet. Oh, je gaat dit helemaal niet lekker vinden. Oh, zeker niet zo. Oh, we flikken er nog even wat crème fraîche bij. We gaan eerst even proeven voordat we het zout erbij doen. Oh my god, kan iemand olijfolie in mijn bek douwen? Nee. Wat? Wow. Nou, weet je wat het is? Ik vind hem lekker, maar ik zou er nog wat zout bij flikken. Okay. We doen een beetje zout erbij, op gevoel. En peper sowieso. Babam, babam, param, 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 basalt. Oh my god. Dan flikkeren we nog snel sla bij. We flikkeren het eerst in deze bak, want het ziet er mooi uit. Daar steek nog meer afwas. Nou, dit is hem dan. Normaal eet men het niet uit een bak, maar even voor het idee wel. Hij steekt minder afwas. Eet smakelijk! Ja, ik vind het lekker. Mm-hmm. Vond je dit nou een leuk filmpje? Klik dan op het duimpje omhoog. Laat even in een reactie achter of je hem hebt gemaakt of niet. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vonden. Dit is echt lekker. Ik vind het lekker. Vind je het lekker? Ik vind het echt lekker. Yes, ben je nou benieuwd naar het filmpje van Amber van deze week? Klik dan. Hero. En ben je nou benieuwd naar het filmpje van Julian van deze week? Klik dan Hero. En dan tot de volgende keer. Doei! We hebben nog pasta. Wat? Doe die even opnieuw? Wat? Ik ga hem helemaal overslaan. Oh. We hebben nodig... Pasta!